Het was een mooie wedstrijd voor het cv van scheidsrechter Temmink. Niet de enige Nederlander op het veld. Hier is Boudewijn Zenden voor Liverpool met een prachtige paas richting Luis Garcia. Die legt hem even voor zijn linker en schiet vervolgens over. Liverpool had een aantal kansen in het eerste half uur. Maar het zijn de Russen die op voorsprong komen. Is dit buitenspel? Het is in elk geval een doelpunt van Carvalho. Heeft de Nederlandse scheidsrechter het goed gezien, Temming en zijn grensrechter? De herhaling wijst uit, ja, het is goed gezien. Het is geen buitenspel en zo komen de Russen toch verrassend op voorsprong. Het blijft heel lang 1-0 voor de Russen. Hij doet niet mee bij Liverpool. De ster, Steven Gerrard, hij is geblesseerd. En dan komt in de tweede helft in het veld Cissé. Zwaar bekritiseerd in eigen gelederen. Zwaar bekritiseerd door de eigen fans van Liverpool. Maar hij zal een belangrijke rol gaan spelen. Want na deze uittrap, daar gaat hij, Cissé. Is het Hens? Men zegt van wel, dat zeggen de Russen, maar hij scoort. 7 minuten voor het einde van de wedstrijd. Cissé, is het Hens? Was het Hens? Scheidsrechter Temmink, we gaan het nog eens zien. Eerst vanuit deze positie, Luis Garcia. En dan wordt de bal tegen de armen geschoten, maar het is niet zwaar genoeg voor een strafschop. Oordeelt scheidsrechter Temmink en hij heeft gelijk. En ook hier heeft hij gelijk. Het is geen buitenspel voor Cissé. Weer Cissé tegen de doelman op, maar toch 2-1 in de verlenging. Cissé, wat een verhaal. En hij zal ook staan, nog even de herhaling, inderdaad geen buitenspel. Goed gezien van de Nederlandse leiding. Cissé, de man die dus in het veld komt en twee keer scoort, zal ook aan de basis staan van de derde treffer voor Liverpool. De beslissende, daar gaat hij. Cissé, hij heeft natuurlijk zeeën van ruimte, maar de voorzet is werkelijk op maat en afgemeten. Op Luis Garcia. Het is het laatste doelpunt van de wedstrijd. De Supercup gaat na dit doelpunt van Luis Garcia naar de mannen uit Liverpool.